Het kost veel. Bitrate sowieso. Streamen. Streamen en die Discord. Oh ja. Ja, is het zwaar? Het is zwaar deur, ja. I found a scar for life. Are you scarred for life? I am. Yeah, so am I. Oh yes, here we go. Again. Arkham. Arkham Knight. Got a butt protector. Yeah. They work. Because I am a witness of it. Ik ben één keer zo door. Ding! Oh ja? Ja. So all I can say is totally worth it. YOLO! Swag. Ik kom naar jou toe, Julian. Yep. How does the zone look, by the way? Haven't looked. Okay, we're out. We gotta get the fuck out. Okay. Right. And politievest map. Oh ja, we zijn best wel. We moeten meer aan deze kant op. Heb je een marker gezet? Ja. Geel? Green. Green. We moeten naar het zuiden. Ready on? Oh fuck that fucking out. Kom mee. Ik heb een goede scope eigenlijk nodig. Ja, ik heb wel een en ander. En een medkit zou ook nog wel fijn zijn. Check even over dan. More bandages, always good. Yeah, it's proven it's effective. Oh, kijk, een UMP kan nog wel mee. Secondary weapon. Smok. Zijn rugtas level 2 bij mij. Ja, nee, niet zo nodig. En wat? Nee. Nou, hier ligt nog een shotgun. Die... Nou, ik neem de shotgun in plaats van de... Oh, oh, oh. Shit. Kind of fucked. Ja. Of we moeten nu gewoon naar buiten rennen, naar de buiten de zone. Dat halen we niet, joh. Nee. Fuck, in de zone wordt ze eigenlijk wel kleiner. Aaron, get in. Where? Inside. Oh, anywhere. Fuck it. What are you doing? Going in a fucking building. Oh. Oké, okay, waar is de zone? Oh. Found a Mosin or something. Car. Car is fuck a sniper. Losing. Yeah, but without a fucking scope, it's just... Two times scope, oh, an auto. And explosions. Whoa, that was close. That was a fucking frame drop. So, die rijdt die auto. Waar? Welk nummer? I don't know. Bij mij. Ja, ik hoor hem, ja. Oké, hij is nu bij C75. Ja, ik zie hem langzaam rijden. Just leave him be. Oké. Okay. De ding is weg. We gotta go. We moeten naar... Oh, bij mij is... Daar. Scar en M416.
Nee, maakt niet uit. Iedereen heeft dan een goede wapen, geloof ik. Ja. I'm pretty endgame. Oké. Ja, could use a better scope. Oké. Ik heb een holographic sight voor je, als je hier. Ja, die... Nou, heb ik die niet beter nodig voor mijn rifle dan, ofzo? Aaron, ik heb een two-tone scope voor je hier, nog veel beter. Just because I love you. Okay, there you go. I'll take the red dot then. Okay, let's go, people. Got it, Aaron? Ja, dank je. En we gaan dit keer bosjes gebruiken, jongens. En rietjes voor mijn tietjes, kouwe raar. Kijk, heel snel het schuurtje. Hey, en... Willen we de boerderij checken? Nee. Oké. Okay. Wel, heb jij red dots nodig of niet? Ik heb een holographic. Alright, even better. Tenzij je een 2, 4, 8, 16 keer scope hebt. Aaron, ik wist niet dat je, als je aim down the scopes en shift druk, kan je iets meer inzoomen. Het kost je alleen longcapaciteit. Oehoe. Hier rustig, jongens, hier rustig. Hoe ver moeten we lopen? Redelijk niet heel ver. Niet heel ver. Ja, redelijk. High power! Oh, hier gaan we dood door die bosjes. Dit is echt Death Valley hier, jongen. But if you make it to end. 15. En dan krijg ik weer die migraine door fucking gruk even mijn hersen. Oh, that fucking hurts. Oh, hier, deze, als je dit pad loopt hier, naar in de bosjes, dan zit je best goed. Hier was ik met jou en oh nee, het was met Peppels. Had ik echt opeens heel veel shotgun kills, jongen. Oh ja, ja. Oh, fucking salt and vinegar, why so addictive? Komt er de ene. Last. Iets meer naar links, man. Gaan we zo meteen richting een brug als hij iets meer naar rechts. Ja, ja. Oh, kom. Nu zo. Nee, dit is ver weg, jongens. Ziet ons niet. Sounds tasty. God, that's so nice and crunchy crispy, Hans. Shots fired. Naar het zuidwesten. Let's go door voor het zuidwesten dan. Because I think they're busy in front of them and we come maybe from the back. Yeah. Fuck them up. Oh, yeah. That's okay, close. Be stealthy. Get down, evaluate. Nou, waarschijnlijk zijn ze bij die huizen daar bezig. Well, I have to cross the water. Bridge? Auto? Achter ons. Get down. Please don't run me over. Stay behind a tree. Yeah, I'm okay. Shoot the car or... No. Stop the... Oh, ik zie iemand. Waar? 210. Ze stoppen volgens mij bij de... Die gas station. Ga naar een auto. Oh, nog een auto. It's crossing the road right now. I go, I'm zooming in with my two-time scope. There's a buggy. He's proning by it. Shall I take a shot at him? If you can, got a clear shot. Where's the buggy?
think he's down. Somebody else was shooting him. Oh, she's on motor. Oh, hit him once. There's a car coming. Whoa! Fucking explosion at the car. Yeah? Mm-hmm. Then you hit the car. Oh, news you come. Oh, no. Oh, he's running. Oh, duh. Mm-hmm. Whoa, oh, I hit nice him. Nice shot. Ik zie hem niet meer, hij is te ver. Oh. Hij zit achter die boom. I'll look around. Oh, eerste verdieping. Ik zie het niet, ik kan het niet meer echt. Well, we're kind of fucked. We have to get going, huh? Ja. We gaan linksom, denk ik, zwemmen, denk ik, of niet? Ja. Zwem? Ja, via die gas station, zou ik zeggen. Beetje achterom de gas station. Ik hou rechts een beetje in de gaten. Oh, er is een motorbike. We kunnen met z'n drie op. Kom naar mij toe, jongens. Yes. Snel, snel, snel. Oh ja, we zijn heel druk bezig daar. Ja. Yeah. Zeg maar wanneer ik erin zou moeten gaan. Uh-oh. Fuck, wow. Twee auto's. Oh, Zelda, je bijna overgegeven. Hell, he tried to run me over. Watch out, Mel! Fuck, it's all squad. Ah, oh, he got me down. God damn it. Shit, I'm dead. Aaron. Yeah. Oh, iemand bij Melg. Huh? Ik had one, one's dead. Ik had hem nog gewoon fucking point blank met mijn shotgun en hij ging gewoon niet down. Nee, heeft een goede arm. Hey, degene bij, die bij Melg was, is dood. Ja? Ja. Oh, nice. I say we take the scooter, Jin, and get the fuck out. Ja, yeah, oké, okay, let's go. Ja. Ja. Yeah. There's two fractions there, so. Yeah. En we gaan zwemmen. Ja? Ja. Oh, fuck, man. Alright. Dus je komt met control 1 ga je naar de driver's seat. Maybe there's a boat. We're gonna go swimming. But maybe there's a boat. There's a boat, Jack. Yeah. Helemaal sideways rijden, jongen. Hoi! There's a boat! There's a boat! Aaron, bij ik... So you pick me up, you pick me up. Ja. Sorry, Mel. Oh, pff. Maakt niet uit, joh. Shit happens. Ik baalde gewoon van dat die kerel niet in één keer net down ging, terwijl ik hem echt gewoon twee keer met mijn shotgun had geraakt. Oh! Got shot at, I'm diving now. Come up! Whoa! Hurry up, Aaron, or else I might die. Oh! Come on! No, fuck, man! Come on, come on. Yes, go! Zigzagging. Do we cross? Where do we go? Just continue, go to the right. Through the door, yeah. Oh, there's a ring. Yeah, go, link some more. Here? Yeah. Uh oh, someone got here. Hoppa. Someone's here, I'm sure. Gaan via de bosjes heen. Ga via die rotte.
care package. The one that got you most probably the one I killed. Yeah, probably. En vast waren daar met z'n drie of met z'n vieren daar. Ja, maar die kerel die kwam op me af met zijn auto. Oh ja, en dan stapte hij uit. Ja. En hij begon op mij te schieten en toen moest hij volgens mij reloaden ofzo. Dus toen rende ik er heel snel op af. Met het idee van, oh weet je, ik heb mijn shotgun point blank en dan gaat hij echt wel neer. But nope. So that was a big fail. Nou, een motorbike gaat heel ver om de ring heen, denk ik, rechts omheen. Nee. Ja. Oké. Okay. Bosjes, rietjes, tietjes. Links naar die rots toe. Rechts. Ik zag hier een motorbike gast, ja. Heel vlak bij jou? Nee, daar een beetje achterin, maar hij ging achter die rotsen, zeg maar, hier. Dus dan wil ik ook een beetje kijken hier. Oh, ik zie recht voor je. Ja, recht voor je, Julian. Ja? Bij die drie stenen? Zie je die drie stenen? Ja. Bij die kleine linker. Oh ja, heerlijk kleine pixel. Waar, zeg, welk nummertje? Welk nummertje? Dat ja, is ja, 165. Voor, ja, voor... Maar die ga jij niet zien vanaf daar. Je hebt die drie grote puntige rotsen. Ja, dat ziet er niet van die positie. Nee? Nou, die rotsen voor jou zou ik zeggen. Ja. Daar ik zit kan bij mij kijken trouwens. Oh ja. Beetje up, beetje up. Oh nee, is het, nee, jij kan ze niet vanaf hier zien. Ze zitten... Nou, recht voor je zitten ze, zou ik maar zeggen. Achter die stenen daar. Plane is coming right close. He's gonna drop it right here. En hun blijven zitten daar campen. Ja, die gaan waarschijnlijk nu weg met de motor. Die care package. Ja, de car gaat blijven naar hem kijken, want ik zie... Ja, ik zie wel... Anders ga ik even via achterna. Ja, proberen te flank van achter. Hij staat daar, hè? Ja. Ja, daar lopen ze nu. I think they're going to the car, Aaron. En Melchior, volg me mij, dan weet je, kan je mij een beetje begeleiden waar je zit of waar. Oké, ja, ik be double eyes. Oh, daar, ja, rechts voor de, ja. If you need cover fire, then you need to tell me. Oh, fuck, ze rijden nu weg. Just shoot. Nee. Nemo. Ja, nam. Yes. Oh man, ze hebben geen idee wat vandaan komt. Ik kijk even bij Julian. Ze hebben het echt niet. Ik downed, I think, one or two. Yeah, you got one down. Ze hebben in ieder geval niks. Ze hebben geen idee wat vandaan komt. Stop them going to that fucking thing. But they're not gone yet, Aaron. I know. Nee, je komt. Ja, nee, je komt. Die. Zit echt een. Een ding ertussen. Alright, we are way out of the zone. Oh, inderdaad. Well, at least there's a motorbike. Well, you can try. Pop a grenade. Oh, ja, ik zie iemand lopen. Dus, ja, ik zag hem lopen. Mm-hmm. Ja, ik switch even. Oké, ik kom langzaam dichtbij. Waar zijn ze nog? Oh, een zelte waar ze zitten nog daar bij die rots, bij die auto. Die derde? Of die eerste? Ja, tussen die... Twee, of tussen die linker. Fuck, he got me nicely. Wow. Do I need to come to you? Yeah. Oh, ik zie ze daar links. They're getting the fuck out, they're getting the fuck out. Yep. So, yeah. Chop, chop, motherfucker. I'll get down. Jiggy with it. Wow, dat had hij mooi gedaan. Ja. Ja, the guy's luck. Help a brother out, motherfucker. Come on, where's that prompt? Ja, nou, dat Ja. Had ik dus toen met jou. Like,
You got health? Yeah. Here's an energy drink. Yep, thank you. Go. Maar die gasten zijn waarschijnlijk al weg. Ja, die zijn al weg. 100%, anders gaan ze al dood. Wij moeten ook opschieten dan. Nou. Oh ja, we moeten hier meer naar rechts. Misschien is zelfs zwemmen niet eens zo'n slecht idee. Aaron? Ja? Als we het redden. You won't. Ja, maar dan, kom je misschien niet eens de dingen meer op. De kust, want het is hier volgens mij alleen maar die rotsen. Zo dan je fucked. Oké. I have to get the fuck. He's in the right zone. Though, you can't get out. Het is alleen maar leuk als echt gewoon de laatste map, zeg maar, gedeelte zo klein wordt dat hij hier op de rand zit, dat je dan het water inspringt. Okay, we're in the zone. Aaron, don't go there! If you slip down, it's over. Ja? Ah, ik zit erin. Ja, ik zou ook een beetje bij die rotsen gaan. Rotsen? Ja. Ja, dan ga ik hier in de bosje, man. That's my thing. Ik ga even drinken, ja. Oké, het is nog ietsjes dieper. Ja. Kom naar je toe. Deze zomer. Kom meer van links. Shots fire. Alright, let's push up. Keep close to the walls and the rocks there. Mm-hmm. Ja, die geven wel een mooi cover. Die geven echt mooi cover. It's beach fight almost. Ja. Omaha Beach, motherfuckers. Oh, ik zie iemand. Waar? Denk ik, of... Nou, nee, er was niks, nee. Nevermind. Het was omdat het bosje zo graag renderde. Van een bosje in heel de bos, man. Wat? Oh, de... Yeah, well, it's good. Still in the corner, fuck it. 15 left to go. Aaron, do you need bandages? Yep. Here, on the floor. You patch yourself up to as much health as possible. Everybody's in that fucking house, aren't they? Yeah. Ja, grote kans. But we will slowly push up to that tree, Aaron. Welke? Bij east. 75. I can't practice myself up anymore. You got painkiller on? No. That's it. But that's good enough, Aaron, from where you came from. Aaron, behind you! Oh, nee! Ik zag hem toen ik net omdraaide. Echt zo, wat? Oh no! Maar toen was ik kwijt waar ik moest kijken. It looks like he went down the fucking cave. Fuck! Shit! Ja, het is maar goed dat ik keek, hoor. Ja, anders... anders was het surprise kill. Oh fuck! Shit! Shit! We got ambushed! We hadden echt kansen gehad daar. Die was wel mooi. Dit is wel mooi om terug te kijken, die. jij blijft zaterdag ook slapen, toch? Ja. Oké. Okay. Ik weet nog niet hoe, maar... Nee. Je kan in de camper slapen. Ja, maar iemand moet toch op de grond of zo? Ja. Welke camper? In de camper. Ja. Maar ik heb geen luchtbed of zo. Nee, dat gaat er niet tussen passen. We moeten gewoon aardig wat slaapzakken tussen frikken en dan slaap je wel. Oké. Welke camper? Van Kevin's zus. Wat gaan jullie doen dan? 100 miles, zaterdag. Hoeveel kilometer? 160.
Oké. En dat is alleen de rit zelf. Ben je er nog niet? Nee. Is nog naartoe. Ja, jij kan Leisure meerijden. Ik en Kevin zijn Robla guards. Oké. Okay. Dus, mag ik op mijn fiets mee? Nee. Je mag wel achteraan mee. Kan ik proberen. Nee. Ja? Ja. Zeker niks voor Nicky, jawel. Niet 160 kilometers on the back of your bike. Nee, niet bij mij achterop. Oh, damn. Dat is echt kut net, jongen. Mm. Ja. Ik keek per ongeluk... Begint het zondag dan? Huh? Nee, het begint vrijdag al eigenlijk. Vrijdag heb ik al dienst. Wat moet je dan? Ik sta bij de inschrijfhok. The fuck? Wat moet je doen bij de inschrijfhok? Mensen begeleiden met inschrijven. Krijg je hier geld of wat? Wat denk je zelf, hè? We zitten in een vrijwilligersinstantie. Ja, maar betaalt er sommige mensen ervoor? Iedereen die meedoet, moet minstens 12 of 13,50 betalen. En er doen iets van 200 tot 300 mensen mee. We hebben internationale gasten, hè, Melch? Oh, oké. En jij hebt sowieso privileges, want jij kent mensen binnen Baga. Jop. Dat is correct. Oké, waar gaan we naartoe? Ja, Pochinki is wel weer een optie. Maar... Nee, dat is van. Ja. Ja? Sure. Zeg maar wanneer. 3, 2, 1, go! Hey, come on! I got the higher ground. Mooi stadje. Ja. Hier naar beneden. En dan gaan we door naar het stadje, zou ik zeggen. Oké. Okay. I'm most probably already gonna land in the city. Wow, oh god, I see a whole fucking squad. Ja? Yep. Ah ja, we zijn redelijk ver, die gaan al nu circulen. Dus. Oh ja, boven me, rest van jou. Ja. Maakt niet uit, we moeten gewoon proberen. Ja. Maar ik kom wel jullie kant op, ja? Ik ga eerst even een paar huisjes checken. Christ. It's Jason Bourne. Oh hey, Demon, je sprong net. Ik hoop niet dat hij dan net dit, deze flat... Hey, hier is een auto, die kunnen we ook pakken. Nee, is een buggy, die past me niet met z'n drieën. Kijk, ik heb in ieder geval een sikkel. You can might as well dump that. Got shotgun shells. If you wanna live. Get a shiv. Close the doors behind you. Nee, doe ik niet. Ik wil natuurlijk ook hun een idee geven van... Oh kut, er kan iemand zijn. It could be my death. Niet iedereen is gung-ho. Crossbows, fuck that. Well, I would take it then. Better than nothing. Who opened the door? Ik deed boven de deur open. Okay. Take that crossbow is better than nothing. Give an Uzi. Ah. What? And Scar. And God, Scar alive. Ah. Reload. Fucking nothing else in here. Took all the good shit. Er was al niks. I got my shotgun in a big pick. It's one of those double ones. Compensator. To compensate for what? Your dick! My dick.
Yes. M16. And VQ scope. And flash hider. Fucking bed. Not enough, is it, mate? Ik kijk een beetje naar buiten of ik die mensen kan zien. Oeh, een rugzak. En twee keer scope. Oh yeah. Oh, er ligt nog een twee keer scope hier. Oh, dan neem ik mee. Oh. Ja, nee, dan ik neem in ieder geval mee dat we... Wow. That's me. Okay. I'm jumping out the fucking window. Hoe deed je dat dan? Because then I can get a quick exit. Oh, had je op Kotaku dat filmpje gezien van die dude die door het raam sprong? Van het dak af? Nee. Oh, er was een kerel in zo'n flat aan het campen. Ja. Yeah. En toen sprong een andere gast van een andere flat van het dak zo'n weg door een raam heen. Ja. Yeah. En ik kwam die achter die dude terecht. Die zat te campen en toen schoot hij hem kapot. Ja? Ja. Oké, ik zit in de uitkijktoren buiten jullie huis. Oké. Okay. Maar ik weet wel waar. Oh, ik zie iemand. Waar? Een gebouw tegenover ons. Ze zijn bij 60. Derde verdieping zag ik iemand door de raam. Well, we can just get the hell out of here. I think we should get the fuck out. Yeah. We zijn een squad van 4. Yeah. Let's go. Okay. Word ik nou nooit dan? Of we wachten tot ze hier komen bij, naar ons dan. En dan? Ja, het gaat niet. Ja, dat gaat niet lukken, man. Het gaat eigenlijk altijd verkeerd. Ja. But we know where they are. Ik zie een buggy. Ja. Oeh, nog een scar hier. Wil iemand een scar? Ja. Hier waar ik ben. Ik ben in een hutje. Hurry up, guys. Come in. I don't know who's footsteps. En ik heb nog een twee keer scope, dus die kan je ook hebben. Ik heb een 4 keer scope, dus dat is nice. Nee, ik gooi die scope er ook al bij. Ja. Schiet op, jongens. Want to be outside these city walls. Ik zie een buggy, maar er kunnen maar 2 mensen in. Yep. Ja, deze muur kan je overheen springen. Je moet een aanloopje maken. Yes. Aaron? Ja, wacht. Ik moet eerst mijn shit reloaden, man. Oké, ik ga een bosje in. Wat moet ik doen? Ja, yeah, well, I would like to leave. Oké, we gaan... Een beetje, ik zou zeggen, een beetje deze kant op. Oh, welke marker? Geel? Groen. Nee. Oké, let's go. Stay in the bush zone. They'll bush, be too bush. Busy fucking looting that place the whole time, so... Kijk ook, of gewoon van down. Gewoon in één keer dood, ja. Een politievest zal wel fijn zijn. Are we in the zone or not? Ja, we zijn echt in de zone, maar ik was een beetje meer naar iets richting het midden aan het... I'm in the zone, baby! Play unknown, confirm. Ik denk dat we meer moeten verspreiden, man. Ja. Yeah. Ik ga meer naar rechts. Is een huisje bij mij 12 uur? Ja, anders gaan we daar wel eens naartoe. Ik hier in de bosjes zitten. Ja, een boompje doen. In de bosjes. Get in the bush. Get in, George. Doors are closed.
Nee, ik ga naar dat andere hutje. Is er een rugtas voor iemand? Ik heb al een rugtas. Het huisje is leeg. At least it looks empty. Oh yeah, politievest. Just oh yeah, energy drink, smoke grenade. Best combo ever. Oh, military helmet. Smoke grenade again. Kom hier naar binnen. Al die jatten wat ik niet gevonden heb. Een rugzak. Schoenen. I don't find anything more. Frame drops for. Frame drops keep falling on my head. Close the fucking door, man. So we move up. Okay. Gaan we links naar dat shiznit? Nee. Dat is volgens mij had ik daar mijn waypoint neergezet. Ja, we kunnen. We kunnen hierheen. Trouwens, hier, ja? Hier bij mij is een soort van dorpie achter iets. I see what you mean. Hiervoor zit nog een tankstation of zo. Mm-hmm. Let's check it out. Oh, you're already on the move. Next time you help me, please. Dat is geen tankstation, dat is gewoon een huisje. Boompje en een beestje. Yo, fucking Uzi, man. Fucking Uzi. Uzi. Uzo. Uzo. Uzo, Uzo. Uzo, Uzo, Uzo. Oh, wat de vleesjes. Volgens mij heb ik. We have to hide the evidence that we were here. So we move up. Going to the other houses here to the right. Maar ik had wel een soort van headshot bij die gast toen op die motor. Hij ging gelijk dood, down in één keer. Very nice. Here are two buildings, both doors closed. Three or four, eh? Exactly. Yeah. But I will not camp in a car in the house anymore. Nee, maar we kunnen wel dan op de heuvel gaan zitten of zo. Ja, yeah. Zolang er een bosje is. Zolang we de deur ook dicht doen. Ja. Yeah. Oké, okay, ik ga naar die andere gebouwen. Fucking bezoeken, man. Laat hem leren, hij is te zwaar. Moet ik mijn rugtas weg? Dan wil ik niet meer met 300 energy drinks. Nee. Mm. Got a grenade. Nice. It's count for something, right? Counts for a grenade. Actually, I sort of held that grenade. Oh, hier ligt nog een scar. Ooh, and a medkit. Bandages. Fuck yeah. And you're just the only motherfucking way, huh? En wil iemand nog een AK? Nee, ik heb een scar. Oh, wacht, ik neem die wel gewoon als secondary. Maar ik heb wel kogeltjes nodig eigenlijk. Dat is voor close combat. Doe de deur achter je dicht als je hier naartoe kan. Hey, oh, een 4x scope. Yes, sir. Fuck, I was here fast. Oh, the fuck heb ik hier opgepakt? Ik had er wat opgepakt, maar ik weet niet meer wat. Volgens mij is een flash ding.
Flash hider? Suppressor. Flash suppressor or flash hider of some sweets. Okay. We're done here. SMG. Oh, we're quite in the midline. Yeah. So Bush is both? Yeah. Yeah, sure. As long as we don't get red zoned. Kijk, hoe is de map? Oh nee. Nee, we zijn dan ook al redelijk in het midden, zo. But we need the bushes to be spread out. Zo, ik zeg ik ga naar het zuiden kijken. Ik kijk south to northeast. Ja? Ik east to north. Ja, of northwest. Northwest. Oké, okay, dan kijk ik in ieder geval een beetje naar het westen. Die komen ze echt wel boven. Kijk, of moet ik iets met die kant op gaan zetten? Ja, ik ga meer in een bosje zitten. Tja, zo zie je elkaar echt niet eigenlijk. Nee. Bosjes zijn echt fucking sneaky, jongen. Man, ik heb ook een beetje een wittige jas en ik zit in zo'n bosje met witte bloempjes. Ja. Yeah. Ik denk dat alle drie zitten in zo'n bosje. Maar kijk uit met zomaar schieten. Ja, laat ze maar dichtbij komen, ja. Met de squad dan doe je hem down, probeer hem te schieten en dan krijgen hun echt wel een idee waar we zijn. Oh, en als je iemand down hebt, mm-hmm. Ja, laat hem maar down. Als je een squad ziet, just leave him. Ja. Want hij is dan echt een prioriteit. Ja. En dan gaan ze hem proberen te redden. Ja. Beetje zo Saving Private Ryan, weet je? Dat die sniper... Oh. Come on, drop the motherfucking crate, bitch! Nee. I'm itching to do it. No, don't. It's too far. Really? Yeah, man. Yeah. Leave it be. We'll see where it lands. 30 auto's. Yeah. So itching for me, dude. Don't. Trigger itch. Trigger finger. Trigger itchy. Ik heb dat nog nooit gezien dat die. Echt, ik vraag me af, weet je, het gevoel dat je een hele squad gewoon eigenlijk een paar meter voorbij ziet lopen, weet je? Vier mensen. Mm-hmm. Ik zie een auto. Oh, auto, ja. Die komt deze kant op. Die gaat naar de crate. Ja? Yeah? Oh no, he's going, he's 105. Going to east building, no. He lost the fucking crate, he don't know where it is. Nou, hij gaat wel naar de crate toe. Hij ging rechts helemaal om. En in de crate. Zie je? Die fucking... Bounced against the... We're outside the zone, right? Or not? Nee, nog niet. Maar de map is wel een stuk kleiner geworden. Oké. Dan moeten we echt blijven zitten. Oké, okay, they're popping out. There is three of them. Four of them. Ja. We zijn te ver weg, denk ik, hè? Ja. Zit hier goed. Ik heb het vermoeden dat ik voetstapjes hoor. Nee, ik ben aan het bewegen, mis. Popcorn? Echt? Oh ja. Nu hoor ik het ook. Pretty close. Ik de... Oh, dat is Death Zone, the crate. Zo. Hoeveel
moment a frag grenade, eh? Double kill with a frag grenade. Oh, I see blood splatters everywhere. Yeah? Ja. Ah, je bent aan het opnemen, zo leuk om een keer van jouw perspectief te zien. Nou, aan mijn kant gebeurt er nog weinig. Ja, mij ook. Maar dat maakt niet uit. We're still alive. I'm alive. Er zijn geen regels hoe je moet winnen. Nee? Sneaky fuck. That just be a sneaky fuck. Ja, sneaky fuck. Laat hun allemaal elkaar afmaken. Wij hoeven waarschijnlijk zometeen nog maar een klein stukje te lopen. Ook zijn auto. Outside play zone died. 150 geloof ik, eentje op de berg. Vliegtuig. Zijn auto via de main road waarschijnlijk hier bij mij een beetje. Als die vliegtuig hier dropt. Oh. Dat kan, hè. Ja. Oh, dat is echt een heerlijke shitfest. Oeh, dat was dichtbij, man. Ja. Ja, rechts van me. Bij Southeast. Ja, Southeast, ja. Ja, ik zie al flashes en shotguns. Koi. I so badly want to try and shoot because I see three people at a tree. Nee, ik wacht nog totdat ze meer naar buiten komen. Oh man, het wordt zo druk daar. 120, een gang van 3. Die worden dan van 8 gepakt. Oh my god, so many people. Een auto helemaal in de verte. Oh, er zijn er gewoon één squad zit naar een andere squad schieten en die squad in het midden wordt van achter gepakt. Oh ja, now they're getting shot from both sides. Jesus, I just so badly want to shoot them. Oh. Aaron, een kill levert niet veel op hoor. Weet je wat veel nee, punten oplevert? Is in de top 10 te zitten. Voor die schoten? Ik kom allemaal van 120. Het gaat echt op. Died outside the play zone. Knocked out from falling. Knocked out from falling? Yeah. Waarschijnlijk aan het voertuig gesprongen of zo. Ja. Yeah. Well, the gate, the zone is closing in. Oh ja. Ja, ja, eerst zien. Oeh, oké. Okay. Oh, ja, yeah, we zitten buiten. Let's move up a bit. Yep. Volgende bosjes, jongens. Man, wij komen corn. Vanuit de buitenzone, hè? Dus dat is heel mooi. Fuck, dat was hard. Waar zijn jullie, man? Meer naar links voor jou. Oh ja, fuck, je moet die kant op. Ik ben heel lelijk gegaan. Er zijn geen bosjes hier. Bij mij zijn er wel bosjes, maar... Ik ga hier in dit bosje bij de boom. Oké, okay, ik ga daar ietsjes verder nog. Just slowly gonna approach. Kijk ook goed achter je. Ja, links zie ik heel veel mensen op de main road vast, op de rechts op de heuvel. Oké. Okay. Maar hoe dan ook jongens, we mogen niet... Achter ons achter heb ik het idee. Ja. Dus het is eigenlijk de mensen die nog net uit de zone zijn, wow, uit yeah. te pikken. Ja. Yeah. So keep an eye out in your back. Wie heeft Northeast een beetje in de gaten? Ik hou Noord, daar kijk ik wel naartoe. Ik kijk zeg maar een beetje van South tot met Northeast, ja. Nou, de volgende shitpoint. Oh, die komt gewoon recht voor mijn neus bijna. Oh shit, inderdaad. Fucking hell. There's the care package. Huh? Gewoon... Laat hem maar gewoon vallen. Ik zie in het... Northeast. Met z'n drieën komen ze er naartoe, waarschijnlijk met auto.
Just don't go to the crate, I think. I don't know. Nee. Aaron, ik heb er geen behoefte aan. Nee. Kijk ook achter je, jongens. Hé, hey, dat was... Dichtbij. Beetje ja? Achter ons, of niet? Vlak bij jou, denk ik, Aaron. Ja, ik zie een hele club, richting die huizen bij het noorden. Oké, bij mij komt een auto op het southeast. Ik schiet er niet op. Oh, hij is lekker ver genoeg. Oh, zo, die komt van de heuvel af, jongens. Ja. Zit een hele gang er. Oké, ik zie nu, als het goed is... Ja, ik zie iemand op het dak bij dat gebouw van Noord. Waar die auto nu naartoe gaat? Ja, daar gaat die auto naartoe. Holy shit. Oh, die werd geraakt, iemand daar. Spectators ook wel lachen. Holy shit, jongen. Oh, he's getting peppered. Okay, play zone is getting thinned out again. Oké, ik zie heel veel mensen bij 60 en 75. Oké. Okay, let's move up. Oh, dat is wat kut, want... Moet een beetje... Whoa, I'm getting shot at. Really? Yep. Yep, definitely. Hoppa. Wow, ik ook. Ah, fuck. Wacht even. Bushokje, bushokje. Aaron. Ja? Yeah. Oh, there's demon, sorry. Melch, we are leaving without you. Oké, zo. Ik zie mensen! Waar? Oh, links. Links ook van jou, Julian. Je wordt geschoten van links van jou. Prone, prone, prone. Zo, blijf zo. Oh. I'm dead. I'm dead. Ja, yeah, I'm dead. Shit. I missed every fucking shot I shot at them. Every shot I missed. Even reloaden. Weet je waar, Aaron? Ja? Huh? Weet je waar? Nee. In dat gat daar beneden. Jij zit hier... Ja, yeah, you're outside Holy the zone, shit. Aaron. I know. Still got some seconds. So. Oké, ik ga naar voren. Oh. Oh, yeah, they're gonna want to loot my body. You stay... Nou, ja, niet naar rechts gaan, Melch. Oh, ik denk, daar fuck zitten it. Ze. Huisje, dat is best wel een goede huisje. Wow. Dat is mijn genaamd. Kijk uit, kijk uit. Daar kunnen mensen in zitten. Oh, okay. Nope. Waar Melchje zit, Aaron, is best wel een goed plekje. You gotta move, Aaron. You're not gonna make it if you get... No. 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 Try to get to Melch. I wouldn't go that way. Kijk links van je. Ja, daar links, links. Kijk, 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 kijk. Ah, the zone. Godverdomme, ga toch dood? Had ik hetzelfde probleem, Aaron. Het zijn gewoon te veel mensen, ja. Oh, Melch. No. Try to survive as long as possible. No. Okay. You're inside the zone. There's a scar and a fucking AK in that door somehow. Oh, yeah. Oh, Koi, voet zelfs naar je toe. Hij komt naar je toe met een handgun. Get ready. What the fuck, hoe dan? Jezus, jij op? Ja, jij schoot tegen de... tegen de muur aan. Maar hij had maar gewoon in één schot dood. 50 punten maar. Met hoe? I don't know. Nou, staat er niet bij. Echt zo weinig punten. Ja, met singleplayer zou je echt heel veel gekregen. Well, it's quitting times for me. Ready. Aaron? Ja? Wil je nog even? Melch, kun je dan even leave team doen? Ja, als ik in de... Als hij geladen is. Nee, want ik krijg echt bagger weinig punten voor, zeg. Ja, maar dat maakt niet uit. Wat kun je ermee doen? Sigaretten kopen. Nou ja. Ik krijg er alleen een fucking stropdas voor ofzo. Uiteindelijk maakt het toch geen fuck uit. Hoe doe ik leave team? Oh, leave team, yes. Oké. Okay. Fuck off.
Ja, en die mensen die jij schoot, het maakt niet uit waar ik richtte. Ik kon ze niet raken. Ja, maar ik had ook een beetje een probleem. Ik kan het wel zien als ik ga streamen. Wacht. Alt, wat was het? Alt Z, ja? Ja. Ik spreek jullie later. Yes. Can you ready yo, up, yo, 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 yo. Let me first stop broadcasting and then make a new one. Start. Player. I don't fucking bother doing that. Let's just keep it running. I don't care. Ja, maar Julian, ik ben al iets van 4 uur aan het spelen. Dus? Play Unknown Battleground. Ik heb één keer een stream van 6 uur gehad, hoor. Ja? Ja, yeah, boeien, hè? Met Battleground. Nee. Ik ga ondertussen even pissen. Ja, ik ben ready up dan. Ja, ik ook. Raar is, er stond wel squad. Aaron? Echt ja? Ja. Dan gaan we er even uit. Ja. Wacht even, kijken of ik een teammate heb. Zo te zien heb ik nu nog geen teammate. Ik heb alleen jou als teammate. Kijk in de naam. Er staat alleen jij en ik. Dus kan ik niet bij jou bewegen? Wat zie je er aan? Jawel, ik heb wel iemand erin. Je wordt niet 18. Oh, oké. Okay. Exit the lobby. That's half of our firepower! Mm-hmm. Ik ben benieuwd hoe het gaat met ons twee. Eigenlijk zou het wel goed moeten gaan. Ja, maar als we gewoon zo net zoals de net spelen, en gewoon sneaky, it will work. Hey? Mm-hmm. We just need to be... eens kijken. En dan duo. Ja, duo heb ik nu op zitten. Ja. Ik ga even pissen. Nieuw. Yalla, yalla. Ik ga even water pakken dan. All you motherfuckers, fuck the fuckers. All you motherfuckers, fuck the fuckers. Vote for me, Ali G. That's not a nice way to speak about your mother. This is your captain speaking. We are being arriving at our destination in about 5 minutes. Please put your seatbelts on and prepare for landing when the landing strip is ready for us. What am I now? Yep. Yep. Three, two, one, go. Oeh, je gaat een bam samen. Oh, jongen, als je rechts van jou kijkt, zoveel fucking ants, missiles. Oh, er is eentje links van jou.
gaat naar die daar, maar die slaan mij over. Gaan we naar onderwaterdorp? Ja, hè? Oh, we gaan niet naar die waypoint. Nee, ik wil lekker liever verder en verder. Ja. We spawnen echt heel kut nu, maar... Nou, vind ik wel meevallen. We spawnen nergens bij. Oh, je still parachute. Ik kom naar jou toe. Okay, we're inside the zone. Put up the edges a bit. Oh, je bent heel goed geland. Ja, hè? Zo, nogal. Had jij parachute zelf open gedaan? Nee. Man, just give me a fucking good weapon. Kijk dan rechts. Ja, yeah, sure. Oh, nice thundery sound. What the hell? Er liggen zoveel fucking packjes ammunition hier. Must be something, hè? We're at Atlantis. Yeah. Okay, got a shotgun, 5 bullets. Nice. A helmet, foregrip. I was close to behind you, okay? Yep. Point is fucking disappointing. My end too, actually. Gym waar ik ben, daar zijn heel veel pistols. Ja, bij mij ook. Alleen maar pistols. Alleen maar fucking pistols. Jesus, I need a fucking. Yeah. Een Uzi is hier ook. Ja, yeah, nee. How about you drop it right on a fucking ass for once? Yeah. Would be nice. Alright, Gromit. I haven't heard that one in a long time. I'd see some cheese. Alright, I got a five round shotty. Shotty! Squads vind ik moeilijk hoor. Ja. Solo is echt serieus. Solo en duo. Solo en duo vind ik leuk. De squad is leuk als je met z'n allen echt een squad bent. Ze hebben bij mij zijn backpack en shit. Oké. Nog een shotgun. Oh, nothing here. Fucking pistols everywhere. Yeah. Kom jouw deur in. Ja. Godsamme, doe dat niet. Ja, sorry hoor. Oh. Oh, frag grenade yells and a level 2 helmet. Oh, here's a police vest for you. And a Molotov cocktail. Ik heb al een frag grenade, dus jij mag hem hebben. Molotov. Molotov.
Oh, a level 2 helmet, nice. There's another door, Philip me through. Oh, sorry. I'm jumping out. Yeah, it's so for muck looker. Kevin Belt. Grapste, als ik weet tot in de Oh, Julian. Ja. Yeah. Is er police vest number 2? Waar ik boven ben. Hallo. Hang on. Yo. Yo, yo, yo. It's your boy. Kan ik nog een potje meespelen? Ja, we're middle in duos right now. Duo, but I don't know. That's fine with you. Yeah. Fucking hell, Jen, come on. Hey, wat hoorde ik? Op een keer, doodeloodoo. Ah, dat is bij mij. Data. Update spul. Ik heb hem nog niet op mic staan. Of op headset. Volgens mij duurde het langer dan je dacht, of niet? Zo, dat was een flink grote tent. Wat bedoel je tent? Gewoon tent. Hij moest een tent opzetten voor Baka voor dit weekend. Ja. Waar we met 300 man dadelijk in gaan barbecuen en feesten en live muziek en zo. Oh, cool. Ja. Echt een grote sick tent. Heb je al je eerste... hoe heet dat? Zo'n check van een motorclub? Zo hoe heet zoiets? Old lady bedoel je? Ja, maar dan zeg maar niet je echte vrouw, zeg maar. Oh, ja, gewoon... Die hebben wij niet. Nee, nog niet? Nee, natuurlijk. Ja, wat nog niet is, kan nog komen. Meer een Amerikaans iets of het algemeen. Maar dat kan toch ook gewoon vrijwillig bij je bakken, toch? Nee, geen aanhangers, toch? Nee, geen hangarounds of zo, dat dingen. Nee, maar gewoon die misschien ook een member zijn. Ja, vrouwen kunnen gewoon bij ons member worden. Suck my dick in the Nee, grapje. Be a member, suck my dick. Nou. We waren dus net met de tent aan het opzetten, we waren alleen maar met members. Oh ja? Ik heb zelf tegen elkaar van, eigenlijk moeten we gewoon de nieuwe sports doen. Wat moet je doen? Nieuwe sports, gewoon de hoe heet het? Prospects en hangarounds. ja, precies. Sit down, relax, let Julian do all everything. Ik ben geen nieuwe supporter meer. Nee. Rodil nog wel. Nee, toch? Jenny kept 3 medkits. Ja, Rodil is nog steeds nieuw sport. Heeft hij nog, Hij heeft toch, Heeft hij alleen tomatenpatch nog? Ja. Nee, ga weg! Nee, ja. Oh my god! Wie heeft? Nou, een andere gast. Die zit er al, denk ik, bij hem twee. Die had, als hij een beetje normaal doet, was hij denk ik al opgelezen voor zijn backpatch. Maar... Was het niet normaal dan? Ja, het is een beetje een prut, hè. Okay. That's enough said. Ja. Nou, maar ik ben natuurlijk een supporter. Wat is het snelste dat iemand lid kan worden? 1 jaar, minimaal. Ja? Nou, als je zegt 10.000 euro, hier. Nee, you can't buy. Baka cannot be bought. Ja, maar het gaat toch naar een goed doel, toch? Ja, but it doesn't make you a member. Member still needs you to have all the training done. Maar heb je niet soort een president van jouw afdeling? Ja. Ja. Maar kun je niet zeggen van, oké, hier, hij... Ja, ik denk dat iedereen weer heel raar opkijkt als je niks meer een backpatch binnenkomt op je tweede dag. Nou, hij moet niet meteen gelijk, maar zeg maar naar een maand training, zeg maar. Maar een member maakt jou klaar om kinderen voor te zorgen. En dat kan je alleen maar als jij training hebt gevolgd. Dus als jij niet genoeg training hebt gevolgd en geschikt bent om kinderen te helpen, dan kan je het vergeten. Dan kan je zoveel geld mogelijk insmijten wat je wil, je krijgt het niet. Nee. Oké, Jim, we moeten even denken wat we gaan doen, want we blijven een beetje te lang bij Atlantis. Oké. Okay. Oh, fucking bullshit weapons, ja, alleen maar shotguns en pistols en Uzi's. Yep. I found a butt protection. Kevin, als je mee wil kijken, we streamen alle twee, geloof ik. Oh, ja. Onthoud wel dat er wel wat lag in zit. Ja. Hoe lang denken jullie nog bezig te zijn?
Aaron. Ja. Anders gaan we gewoon terug naar lobby, man. Ik weet niet hoe lang jullie al bezig zijn. Ja, 10 minuten nu. Oké, we gaan wel naar lobby. Ja. Want dit gaat te lang duren. Ja, ik denk dat het potje heel lang gaat duren, ja. Ik zie opeens een gast waarmee ik vrienden was door Rocket League. Zie ik hem ook een Player Unknown Battlegrounds heeft gekocht. Lol. Ja, dat is op zich wel lol. Ja. Rocket League. Huh. Agree. Bloop bloop. Ready up? I am. Ik speel één potje onder voorbehoud dat we sterven binnen 10 minuten, dan is het tweede potje. Sure. Ik heb morgen een lange dag. Ja, wat dan? Ik ga met mijn president mee om iemand op te halen. In de avond of wat? Ja, naar werk. Zo voor die game voor jou, denk ik, hè? Morgen? Nee. Vrijdag ook niet, zaterdag ook niet. Zondag misschien. Maar ik denk het ook niet. Ik denk dat we ook wel weer gaan helpen met de bot. Ja. De meeste zijn het dezelfde die het allemaal doen. Nou, Melk bleef in ieder geval slapen, had ik gevraagd. Wat, zaterdag of zondag? Ja. Ja, ja, dat wist ik al. Nou, dat wist ik niet 100% zeker. Okay. Man, ik ben trouwens laatst op een website terechtgekomen. Ja. Kun je gewoon alle backpatches kopen van MC's die je maar wil. Ook Baka? Nee, die heb ik niet gezien. Maar wel echt Hells Angels en Mongols en... Satudara. Satudara zag ik niet, maar wel Bandidos. Maar Satudara, is dat niet meer Nederlandse? Ja, dat is echt Nederlandse... Nederlands Molux. Ja. Maar ik heb meteen doorgelinkt op de ene Facebookgroep waar ik dit van ben. Ja. Captain speaking, we will be arriving with some light turbulence in approximately 3 minutes. You may exit the vehicle now. Aaron, waar gaan we heen? Even kijken dan. Even kijken. Ja? Yeah? Nee, het is te ver weg al. Nou, kan wel. Gaan hier. 3, 2, 1, go. Godver. Ik ben eruit gesprongen. Oeh. Geel ben je toch, Aaron? Ja. Where are you going? Yellow. Waar is dat precies? We are going towards yellow. You're free to join us if you want, if not, it's okay, man. Dat zie je op die nummertjes, dan zie je toch zo'n kleurtje. Ja, dat is wel, maar ik weet niet hoe ver ik naar Gielten moet gaan. Ja, dat weet ik ook niet, dus ik ga gewoon zo ver als ik kan. Ik ga richting die watertoren. Ja, daar ben ik ook al. Okay. Oh, okay, er zijn al 2-3 mensen daarbij. 4 mensen. 4 mensen. 5! Oh, well, we better get in it, man. Turning around. Sort of. Oh, man. Ja, het helpt niet, ik heb geen drops, dus ik ben er al. Far too busy. Ja, shit. Ja, ik ben er al. Ik kan niet meer ergens anders heen. Oké, dan help ik je mee. Ah, shit, ze lopen hier allemaal. Fuck it, we gaan wel de fuck. Shit, er lopen hier gewoon mensen voor mij. Ja, achter ons ook zijn er ook, is net ook eentje geland. Fallback. Jeez, wat heeft een helder geluid? Ja, hij vertrekt volgens mij. Hm? He says he was bailing. Hmm. Ik heb een sniper. Nice. There is a gun. Man. Het is daar echt veel te druk. Ik denk oh, dat hier is een motor. Motor. Teammates op kwijt zijn. Dit gebouw hier, zijn daar mensen? Niet dat ik gezien heb. Zullen we daar anders in lopen? Ja, maar... Eerder wordt al geschoten daar. Oh. Motherfuckers. En daar gaat onze teammate. Ah, dude. Ja, hij was er wel ingelopen op een of andere manier. Zin ik haai op. Oh, hier loopt nog iemand. Ja, moet je niet Kevin ophalen? Oh, nee, Kevin is, zit goed eigenlijk daar. Nee, loopt hier iemand.
Okay, just be careful. Ik haal Julian op. He's gonna die. I'm running. Hij komt achter mij aan. Fuck off, mate. Oh, goodbye, Kevin. Oh, god damn it! Nou, we doen gewoon exit nu. Back to lobby. Ja. Fucking. Nou, dat is wel echt pech, want het was niet echt een plek waar ik zou denken, daar komen ook nog gelijk mensen naartoe. Is it green with me? Ja. Yeah. Just Eagle. Eagle? That was the guy who was like, I'm down. Lijkt wel of ze sowieso mensen steeds meer verspreid aan het landen zijn. Passen dat ze ik allemaal aan de bullshit dat ik helemaal niks kan. Load nu. Ik heb frozen screen ofzo. Dan moet je hem opnieuw opstarten, denk ik. Geen zin in. Als ik mijn PC moet doen, dan is het quits voor mij. Ja. Ik kan weer typisch met dat kutspel kan ik niks bedienen. Het is zo erg om snel voor reset te drukken, Jan. Aaron, het is ook heel makkelijk voor mij om gewoon naar bed te gaan. Het is al 10:30. Echt heel irritant, want ik kan die task manager kan ik openen, maar dan kan ik niks klikken. Ja, kan je niks klikken.